Start is vrij. Vertrokken, partie. En we zijn vertrokken voor 2400 meter. Eerst 1000 meter lang de rechte lijn en dan de 1400 meter ovale baan. Murakami is goed vertrokken, Flying Star nog iets beter. Aan de buitenkant zien we meteen La Philosophe met High Court. Een lengte in het voordeel op Amoretti aan de buitenzijde. Duo Victorieux die parkeert zich dan in de rug van Murakami met L'Exalté aan de buitenzijde. En we komen na 300 meter koers. Flying Star als koploper tegen. In tweede stelling hebben we dan La Philosophe. Met de High Court schuin achter Lloyd Bekaert. Aan de binnenzijde volgt dan Murakami op een gedeelde derde plek met High Court. In vijfde positie zien we dan L'Exalté met Duo Victorieux en Amoretti achteraan het peloton. De backmarker is Amuse Gueule, die houdt het rustig wanneer we na 700 meter koers richting de tribune galopperen. En dat doen we onder het leiderschap van Flying Star. Flying Star die heeft een lengtevoordeel op La Philosophe. Aan de binnenzijde volgt dan Murakami. Vierde aan de buitenkant High Court. Aan de binnenzijde dan Duo Victorieux met L'Exalté als beleg van de sandwich tussen Duo Victorieux en High Court. Verder bij in het veld Amoretti en Amuse Gueule die houdt het nog steeds rustig. Achteraan het peloton wanneer we in het hart van de benedenbocht galopperen met Flying Star als koploper. Sarah Vermeers die heeft met haar Flying Star tweeling ten voordeel op Murakami. Aan de buitenzijde La Philosophe in vierde stelling. Jente Marien met Duo Victorieux. Aan de buitenzijde daarvan L'Exalté in het gezelschap van High Court. Amoretti in zevende stelling en vier lengte los van het veld Amuse Gueule. Maar Flying Star die amuseert zich. Flying Star met een lengte voordeel op in tweede positie Murakami en achter Murakami volgt dan La Philosophe met aan de binnenzijde de wit-zwarte kleuren van Duo Victorieux. We naderen de golfbarbocht en dat doen we nog altijd met onszelfde leider. Het is Flying Star met twee lengte voorsprong op Murakami. Achter Murakami zien we dan aan de binnenkant Duo Victorieux. Met aan de buitenzijde La Philosophe die keurig meegaat in strijd voor die derde plek. Amoretti die ligt vijfde. En achter Amoretti L'Exalté. De backmarkers zijn Amuse Gueule en High Court. En zo komen we dan de laatste rechte lijnen. En Flying Star en Murakami die blijven de eerste twee. Maar Jente Marien ziet de opening aan de binnenzijde. Met Duo Victorieux. Flying Star pikt echter op voor Sarah Vermeers. En aan de buitenkant doet hetzelfde. Murakami, Flying Star, Murakami en Duo Victorieux met zijn drieën vechten ze tijd. Maar Sarah Vermeers, ze gaat ook in België winnen met Flying Star voor Murakami, Duo Victorieux, L'Exalté, Amuse Gueule, La Philosophe, High Court en Amoretti, achtste en laatste. Maar na een jaar waarin ze won in Zweden, in Zwitserland, in de Verenigde Staten, in Chili, doen we er toch gewoon eens België bij. En dat in de kleuren van haar Kevin Vivier. Flying Star voor Murakami en Duo Victorieux.